Lang was ik ervan overtuigd dat darts een spelletje was. Twee omvangrijke kerels, pitcher Lau Peels en smijten maar. Bord met teruglopende getalletjes ernaast. Maar darts is dus geen spel. Darts is een sport. Dat is zo afgesproken. Kijk, ik weet niet precies wanneer, maar ik denk ergens in het najaar van 1997. Toen Barneveld Barney werd en het spelletje een sport. Raymond, you require 76. Twee omvangrijke kerels, miljoenen tv-kijkers en smijten maar. Een tijgeroog en een vaste hand, die eerst nog post bezorgde. De wereld was een subtropisch zwembad en Barney dreef er doorheen. In een klein zwembroekje, cocktail in de vaste hand, op een luchtbed van talent. Hij won, hij verloor en hij won weer. Hij verloor zijn haar, hij won het terug en hij verloor het weer. Hij keerde vaker terug aan de top dan een aan klimmen verslaafde alpinist. Kijk, iedere sporter verliest vaker dan dat hij wint. Verliezen hoort bij de sport. Voor Raymond van Barneveld was verliezen het einde. Nederlagen waren vernederingen. Teleurstellingen demonen die door zijn hoofd bleven gieren. Een tweede plek was een afgang. Een pijltje ernaast was een onverteerbaar falen. Wie gooit, bezit geen roemrucht verleden, geen titels, geen geld. Wie gooit, heeft alleen die pijlen. En een getalletje dat langzaam terugloopt. Als Raymond van Barneveld in Euro Disney 3 kwartier in de rij staat voor een attractie, dan kun je er vergif op innemen dat die attractie ermee ophoudt net als hij aan de beurt is. Kijk, dat soort dingen gebeurt alleen hem. Want het universum heeft het op hem voorzien. Hem een fatalist noemen is de boel rooskleurig voordoen. Het universum heette zaterdagavond Darren Young. Een man zonder tijgeroog, een man zonder luchtbed en zonder wereldtitels. En hij was het die zichzelf en daarmee Van Barneveld naar het nulpunt wierp. Raymond, you require 0. Elk keizerrijk moet een keer vallen. En Van Barneveld mompelde op de toon van iemand die net zijn winnende lottobriefje uit het raam heeft zien waaien. Ik walg van mezelf. En je zou hem wel willen toeroepen. Het is maar darts. Het is maar een spelletje. Maar ja, dat is het dus niet.